De vraag is wat we tot nu toe bereikt hebben met de Oostvaardersplassen. We hadden helemaal in het begin van de periode, hadden we midden in de zomer opeens een debat met elkaar over de hekrunderen. Of de koningpaarden waren dat, geloof ik. Die stonden in een wei. Die hadden het veel te warm volgens de Partij voor de Dieren en volgens de andere partijen. En de SGP die heeft die vergadering voorgezeten. Maar laat klip en klaar staan, het beleidsplan wat geschreven is naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de SGP met de VVD, die is helder. Dat beheerplan, ik heb hem hier, ik zal even van de camera weglopen. Dit is het adviesbeheer Oostvaardersplassen van de commissie van Geel. Die zegt dat wij terug moeten naar 1100 dieren, koningpaarden, hekkerunderen en edelherten. En daar zijn we nog niet. In al die jaren is het proces gefrustreerd door vele rechtszaken. We hebben ook last gehad van warme winters, waardoor er niet effectief geschoten kon worden. We moeten heel snel naar die 1100 dieren toe, zodat we een beheer krijgen op basis van de draagkracht van het gebied. En daar moeten we ook niet overheen willen met elkaar. Dus dat is het antwoord. Daar staat de SGP nog steeds voor. En dat is kansrijk. Ik hoop ook echt dat deze winter ons daarheen brengt. En dat we daardoor ook een mooier gebied krijgen met een beter leefklimaat voor die dieren.